Andrea te zijn. Ja. Ja, en dat zeg ik eigenlijk tegen iedere gast bij wie ik ben. En ik meen het ook altijd. Maar bij jou dacht ik, Willeke gaat al mijn hele leven met mij mee. Want ik dacht aan mijn tienerjaren, mijn meisjeskamer, Radio Veronica, waar ik altijd Willeke voorbij hoorde komen. En voor mij was het eerste liedje, ga eens zitten in het gras, aan de oever van een plas. Kijk naar alles wat er leeft, de natuur te zeggen heeft. Ga eens zitten in het gras, aan de oever. Ach, en als ik dat hoor, ben ik gewoon terug in die meisjeskamer. Ja, ja. En ik ook weer, ja. Hoe oud was je toen je dit zong? De ja, dat hoor je ook. Je hebt echt een hele jonge meisjesstem. En als ik dan luister naar, als je nu zingt, dan heb je een echt een zwaarder natuurlijk dan toen. Maar Sarah Janne, hè, ben ik. Ja, dat heeft een stem. Ja, die wordt ook ouder. Want je bent hem wel eens kwijt geweest, hè? Ja. En dan denk je van, oh jeetje, ik kan nooit meer zingen. Maar ik kan nu weer gewoon zingen. En ik doe mijn oefeningen als ik onder de douche sta. En, is het waar dat je iedere ochtend kijkt van, doet hij het nog, mijn stem? Ja. 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 Ja, dat doe ik eigenlijk al zolang ik in dit vak zit. Dat is het eerste wat je altijd doet. Nou ja, dat doe ik dan. En dan meestal is het goed. En ik weet ook als ik eenmaal op toneel sta, dat het dan wel weer komt. Hè? Dat zit zo in je lijf en in je hoofd. Ja. Maar er is een Willy Verbrugge en er is een Willeke Alberti. Willeke Alberti is daar is niet echt een leeftijd bij. Ja, en zo denk ik eigenlijk ook, dat wanneer ik op toneel sta, vergeet je je pijntjes. En ja, als je ouder wordt, krijg je pijn in je spieren of je knie of je bent gevallen. Maar zodra ik op toneel sta, voel ik dat allemaal niet. Nee. En breng je dat ook, want je eigenlijk alles wat jij zingt gaat over emotie. Bijna alles gaat over emotie. Het gaat over het leven. Hè? Telkens weer bijvoorbeeld, dat is een lied. Toen ik dat gezongen heb voor de film Rooie Sien, heb ik nooit kunnen denken hoe dat lied van mij is. Hè? Dat hoort bij mij. De dingen die jij zingt, raken mij ook. En ik zie dat ook in de zaal gebeuren als mensen naar jou kijken en luisteren. Wat is dat toch met jou? Waardoor raak jij bij iedereen die snaar? Alles wat ik doe is echt. Want anders kan ik het niet. Nee. Ik wil graag, nou, ook zoals nu, dat vind ik heerlijk om gewoon een gesprek te hebben. Kunnen voelen. Dat heb ik ook met Belinda Meuldijk gedaan. Op hetzelfde plekje. En dat heeft ons alle twee zoveel emoties gegeven. Toen we dat boek aan het lezen waren. Want dat is mijn hele leven. Ja dan merk je ook dat we samen één zijn, hè. Maar dat is ook die eenzaamheid het afgelopen jaar, dat je zoveel mist aan warmte en aan gezelligheid en aan samen zijn. En ik had nooit gedacht dat ik daar zoveel last van heb. Ja, heb je er zoveel last van? Ja, ik heb er heel veel last van gehad. Niet optreden, niet samen zingen, niet die warmte die je van iedereen bijna krijgt, dat ik zeg, we zijn gewoon één familie. Het is natuurlijk zo'n belangrijk deel van jouw leven. Wat heb je gedaan het afgelopen jaar? Wat heb ik gedaan? In het begin was het heel mooi weer. Ja. En toen heb ik echt uitgerust. Want ik had natuurlijk al die theatershows, wat allemaal fantastisch geweest is. Ja. En ik eigenlijk nog een heel jaar door zou gaan het theater in om mijn 75ste verjaardag te vieren. En nu hoop ik dat vanaf augustus dan is de eerste theatervoorstelling in Utrecht. En ik hoop dat echt dat ik dat kan doen. En zeker ook met mijn band samen. En, zou dat fijn zijn? En die mensen die al kaartjes gekocht hebben. En dat is wel wat ik echt hoop. We zijn er zo aan toe om weer samen te zingen. Daarom heet dat luisterboek ook. Een leven als een lied. Ja.
En dat, ja, dat is gewoon zo. En ik zag toen ik dat boek ging voorlezen, samen met Belinda Meuldijk, want zij heeft dat boek geschreven. Je bent er heel openhartig in, hè? Ja, maar ik heb ook niks te verbergen. Wat geweest is, is geweest. En het respect voor mensen is groot. En zeker de vaders van mijn kinderen. Dat is ook met Belinda wat ik zo fantastisch vind. Dat wij met z'n tweeën door dat boek natuurlijk heel dicht bij elkaar zijn gekomen. Ja, en dat heeft me heel erg... er kwamen in zoveel emoties los. Maar ook dat ik merkte dat ik nooit gerouwd heb. En de verliezen van dierbare collega's. En, de laatste tijd is het natuurlijk gaat het heel hard. En vanaf mijn vader was natuurlijk een van de grootste verliezen die waar je nooit wat je nooit vergeet. Mijn moeder. Ja, maar heb jij dat niet? Vind ik het allergrootste probleem van ouder worden. Dat je zoveel mensen verliest. Waar haal je dan de kracht vandaan om steeds weer gewoon stralend op het podium te staan? Want dat sta je altijd. Ja, maar het is wel zo dat er weer ruim een jaar geweest is. Dat je toch niet zo huppelde over dat toneel. En dat ik nu nog maar moet afwachten of ik die energie weer terugkrijg die ik had. Hè, toen ik 75 werd en in het concertgebouw stond. Vind ik de allermooiste concerten die ik ooit gegeven heb. Ja. En ik zei toen ook, van als dat de laatste twee voorstellingen zijn, dan mag ik mijn handjes dichtknijpen. Ik heb het geaccepteerd. Ja. En dat is eigenlijk nog steeds zo, dat ik ontzettend dankbaar ben voor wat ik nog steeds kan, wat ik nog steeds mag. En dat je er nog steeds bij hoort om toch met alle jonge BN'ers dan ineens in Ahoy te staan. Ja. En want ik moet tegen iemand kunnen zingen of praten. Ja. Dat is wat ik kan. En ik denk ook wel wat ik wil. Ik moet iets voelen. Ik kan alleen maar dingen doen waar ik blij van word. Ik zag je bij Matthijs. Ja. Met jouw ode aan Rob de Nijs. Ja. Toen vroeg ik me ook af. Je zag Rob de Nijs, hoe hij naar jou luisterde, eeuwig jong zong je. En toen dacht ik ook, heb jij dan zelf niet dat de tranen ineens ontzettend hoog komen te zitten? Hallo. Ja, schat. Als ik jou vertel dat ik daarna, het is echt een week lang gehuild. Echt waar? Ja. Ik kan op zo'n moment, maar dat heb ik geleerd ooit van Guus Hermes. Jij moet niet huilen, de mensen moeten huilen. En dat zit zo in mij, daarom kan ik ook altijd zingen. En die emoties, wat je later dan inderdaad merkt dat niet goed is voor je gestel, is het wel veel beter om wel af en toe eens een potje te janken. Maar je moet het oppassen als je optreedt, dat je niet te veel liedjes doet die emotioneel zijn. He, je moet toch ook wel lekker zingen over Jan of zo. Een medley van mensen die er niet meer zijn, zoals Johnny Jordaan vind ik leuk. Ja. Oh, ja. En wat dacht je van Tom Anders? Die liedjes, als je dat hoort, hoe blij de mensen, de senioren zeg ik dan altijd, die zingen alles mee. Belinda die komt nu binnen. En Belinda? Ik wil je even voorstellen aan Vera. Hoi Vera! Hi! Jij ook? Ja, je mag ook hier erbij hoor. Kom maar, kom hier zitten. Wil je dat? Kom hier. Zo. Kijk dan. Kijk eens, hoe gezellig. Kijk. Kijk eens even. Wat gezellig zo. Kom je er ook bij? Dat is Bart, dat is de manager altijd geweest van Anneke Greunlo. Ons heel erg geholpen met ons luisterboek. Dat al mijn
kleinkinderen bijna hier zijn. Dat is wel uniek hoor, want dat gebeurt niet vaak. En Mats? Dan moeten we eigenlijk even, want jij bent Mila. Mila en jij bent? Finn. Finn en jij? Ga aankijken. Mats. Nou, Vera. Finn. En jij bent? Mats. En jullie gaan heerlijk bij oma logeren. Mag ik ook bij oma logeren? Ja. Melinda Weldijk, ja, ik denk dat alle kijkers naar de vlog jou ook wel kennen. Oh, nou, ik hoop in ieder geval een paar Melinda Weldijk. Ja. En waarom vinden jullie omi nou zo vreselijk lief? Omdat, wat is er nou zo lief van omi? Omdat we alles mogen. Bijna alles. Bijna alles, hè? Een leven als een lied. En dat is nu? Het is nu een luisterboek geworden en dat hebben we samen ingesproken. Jullie hebben de rolverdeling gepakt zoals die ook in het boek is. Exact. Want daar zo. Ben jij ook de verteller, hè? Ja, absoluut. Ja. De kinderen, die hoor je dus dingen vertellen die ik zelf nog nooit eigenlijk goed gehoord heb. En, maar als je het dan hoort, zoals Belinda dat dan vertelt, ja, dat was echt wel heel speciaal. Dus het is schitterend geworden. Wat is dat? Ja. Nou, dit is hem dan. Voilà. Ach, wat mooi. Ja, we zijn er ook heel blij mee. Al die foto's, fantastisch. Mooi, hè? Over stralend eruit zien gesproken trouwens. Nou, ja, dat is wel een paar jaartjes geleden. Wow. Hoor. Dat hebben we, deze tijdloze foto, ja, nou, vind ik. Ja, en als mijn haar goed zit en ik ben... Als je haar maar goed zit. Ja. Hoe keek jij naar toen zij zong voor Rob? Ja. Ben jij dan in tranen? Of? Nou, ik zie vooral, waar ik vooral naar kijk, is de klik tussen Willeke en Rob. En het feit, de manier waarop hij naar haar kijkt, dat zegt mij eigenlijk nog veel meer. Want ik weet hoe oud die vriendschap is en hoe belangrijk het is voor Rob. Om daar op dat moment dat te voelen, weet je wel, die connectie. Ja. Die overstijgt alles. En dat vind ik heerlijk om te zien. Ja, ik ben heel blij mee. Ja, nou, ik vond het heel ontroerend om naar te kijken. Ja, dat ben ik ook hoor. En hij was zo mooi, zo rustig. Hè? Ja. Je ziet gewoon dat hij die rust heeft gevonden en geaccepteerd heeft. Maar daarom, doordat hij het accepteert en dat iedereen ook weet, hè, dat hij ziek is, dat hij die ziekte heeft, Parkinson. Maar je ziet hem gewoon, het lijkt net of het helpt. Ja, want muziek, zingen, dat is het allerbeste voor Parkinson-patiënten. Dus vandaar dat wij daar ook heel mee bezig zijn om hem die rust te gunnen. Maar hij zat daar ook met een ik zou het bijna waardigheid willen noemen. Prachtig. Zo mooi ook om naar hem ook te kijken, naar jou te kijken, maar ook om naar hem te kijken. Dat we dat met die jonge mensen konden delen. Maar je bent geen 18 meer. Nou, als iemand dat nog één keer tegen me zegt, dan spring ik echt uit mijn vel. Want ik vind dat vind ik discriminatie. Ja. Dat hebben we ook toen samen, heb ik dat gezegd, geloof ik. En je was een boegbeeld van de campagne natuurlijk, de waarde van het ouder worden. Vond jullie filmpjes ook fantastisch. Ja, al die filmpjes die gemaakt zijn. Ja. En dan misschien nog wel meer dan mijn filmpje. Maar jij bent natuurlijk het gezicht. En waar het om gaat, is dat je dat dan veel beter door de gewone mens. Ja. Hè? Want het is voor mij natuurlijk vaak veel makkelijker om dit leven te leven. Ja. Hè? En dan mensen die het veel minder hebben dan... Dan wij. Maar dat is wel zo dat we wel proberen zoveel mogelijk dingen te delen. Ja. Te delen met mensen die het minder hebben. En vooral in de zorg. Dat is Want je hebt ook de Willeke Alberti Foundation. Ja, dat is geweldig, hè? Dat is het allerbelangrijkste de laatste jaren. Ja, mooi. Ik ga je bedanken, Willeke, want er wachten stel kinderen op jou. Ja, die heel graag met omi lekker willen. Maar je gaat lekker voor koken. Enig. Toen zoals dit. Ah ja, dat is alleen maar dat leuk. Dat doe ik nooit. Maar ik vind dit zo leuk. Dat we allemaal ook hele normale, gewone mensen zijn. En jij vindt dat ook niet erg, dat die kinderen dan ook in beeld zijn? Dat heb ik wel natuurlijk met Kai besproken en ook met Daniel. Ja. En Johnny is ook apetrots op zijn kinderen. Dit kwam plotseling,
En mijn kinderen zijn er voor mij. En als ik even kan, dan ben ik er voor de kinderen. Bij Willeke is het een zoete inval, dat had ik al gelezen. En daar ontmoet ik ook... Bart Peters. Dag Bart, hallo. Willeke en ik bijna 30 jaar bevriend. Goh. En voortgekomen uit, ik was 17 toen ik voor Anneke Greunlo mocht gaan werken. En Willeke en ik kennen elkaar net zo lang. En als jij het leuk vindt, wil ik het heel graag aan jou geven, want daar ging het net over. Hier staat namelijk heel veel Willeke in en je vertelde Ronnie is bij jullie geweest. Heel veel Ronnie, heel veel Rob, want deze mensen horen een leven lang bij elkaar. En wie hier ook heel erg in staat, is een andere voor ons heel dierbare Vera. Namelijk Vera Lynn. Onvergetelijk en ja. Ook iemand met wie Willeke naast haar op het podium heeft gestaan. Ach. Met de tijdensfestivals. Dus ja. Met alles wat jij doet voor deze doelgroep, hoop ik dat ik jou hier heb. Och, nou dankjewel. Echt heel lief. Ik ben er ontzettend blij mee. Nou, dankjewel Bart. Met jou deze. Wil je er wat inzetten ja, voor mij? Ja, ik zet er wat in. Ja, graag. Ja, oh, jongens, maar ik was niet hier gekomen om cadeautjes te krijgen, hè? Nee, maar ja, goed. Zijn je gegund. Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dichtbij.